Hey, er zit daar steeds gisteren op die crypto's. Die moet je kopen. Dat is goed natuurlijk allemaal. Maar je moet ook een beetje oppassen. Waar moet je op letten eigenlijk dan? Nou, ik zat er nog over na te denken. Hij zei natuurlijk, ja, je moet je geld in crypto, maar dat is natuurlijk veilig. Alleen, dat had ik het met Chris ook over. Je ziet natuurlijk dat veel mensen daar nu in willen investeren, maar gewoon niet zo goed weten hoe dat allemaal werkt. En er is echt een fraudevorm die zoveel impact heeft, die we echt even moeten bespreken. Dus bij deze. En dat is echt een naar fenomeen. Wat men vooral doet, is ze benaderen je met een beleggingsvoorstel. Daar zit vaak ook een romantische component aan vooraf. Dit gebeurt heel veel via dating sites. Want moet je iemand, en nou ja, ik ontmoet Helene op afstand en ik ben dan een crimineel. En wij appen 2-3 weken heen en weer. En op een gegeven moment zeg ik, joh Helene, ik heb vandaag zo'n klapper gemaakt, joh. Ik heb 1000 euro verdiend met crypto. Moet je kijken. Moet je naar dit appje gaan. Maar dat appje, dat bestaat. Dat is ook echt. Dat ziet er goed uit. En de volgende dag word jij wakker en staat er 2000 euro op je rekening. En jij kan het geld er ook afhalen. Ik denk zo, dat is lekker. En over 2-3 dagen app ik jou weer. Zeg, joh, Len, nu is weer een klapper 5000 euro bij. Nou, je voelt hem al aan, je legt 5000 euro in. Totdat je op een gegeven moment denkt, ja jongens, ik ben wel gek als ik mijn spaargeld niet inleg. Ik leen wat van Johan en dan gaan we op vakantie met z'n allen. Dan leg je 128.000 euro in en dan hoor je niks meer. En dit fenomeen noem je pig butchering. Het varkentje vetmesten en slachten. Maar waar hier, we hebben het vaak over cybercrime, ik ben 1000 euro kwijt. Hier zijn mensen hun hele pensioen kwijt. Hier zijn mensen hun hele spaargeld kwijt. En daarom wilde ik het graag bij Vandaag in Site vertellen. Heel veel mensen zien alle advertenties. Oh, dit had je niet bij Jinek verteld? Of nee, waarschijnlijk niet. Ja, nou, als ze het willen. Nee, maar dat hadden die domme kijkers niet nee, begrepen. Nee, nee. Die van ons zijn echt, die weten maar dat. Vertel even die app dan. Ga even door dan. Nou ja, goed. Wat je dus ziet is, die advertenties die je krijgt op social media, die lijken ook echt. Soms wordt er ook een vorm bij gedaan dat het ook via telefoon wordt gedaan. Dus dan word je ook nog eens gebeld, alsof er een echte klantenservice zit. Zeer agressief. Persoonlijke trucs ook echt. In die 2 weken dat ik met Helene aan het appen ben, ben ik haar natuurlijk ook een beetje aan het profileren. Hoeveel geld heeft ze? Hoeveel kan. Dus dit zijn mensen die gaan echt voor. En in RTL Nieuws, de dame in kwestie, ja, die al haar spaargeld, pensioen was gewoon weg. Die moest weer aan het werk. En dat is nu met de bitcoinprijs zo hoog. Gaat mensen, als u in crypto investeert, doe het echt als je daar een beetje verstand van hebt. Pas daarmee op en ga dat niet, want dit zijn echt dingen dat je. En zijn de daders te achterhalen? Ja, kijk, dat is natuurlijk het probleem waar, als je dit natuurlijk met crypto doet, dat banken dit niet zomaar terug kunnen krijgen. Gelukkig, steeds meer crypto-platformen werken mee. En als iets gestolen is, ja, dan kunnen ze dat bevriezen. Maar ja, in veel gevallen, Johan, is dat geld al lang weg naar andere dingen. En ben je het gewoon kwijt. En daar, uit welke landen komt dat? Ja, dat is heel divers. Dat gebeurt ook vanuit Nederland. Maar je ziet bijvoorbeeld in Azië hebben ze 1 bende, dit is echt een bizarre statistiek, 1 bende opgepakt in 1 jaar tijd. Wat denk je wat ze in 1 jaar tijd verdiend hebben? Iemand zegt een miljard. $64 miljard in 1 jaar tijd. Zo. En het probleem dat is het natuurlijk vakantiegeld van ons alle drie. Nou, sterker nog, het budget van de hele Nederlandse politie 2 jaar geleden was 6,4 miljard. Zo. En dit geld wordt natuurlijk ook in Azië weer witgewassen in casino's. Dat gaat de mensenhandel in. Dus het gaat het niet meer over crypto. Het gaat of het oud-voetballers die wat mee willen nemen naar China. Die kunnen je ook natuurlijk wat meegeven. Bijvoorbeeld. Ja, die Kasteli kwam zo met 139.000 euro. Kom je het vliegtuig in. Dat kan niet meer. Ja. Dat kan niet meer. Je moet dat allemaal verantwoorden tegenwoordig. Ja. Nee, maar had hij gewonnen in het casino, zei hij. Ja. Toch? Nou ja, die werken daar wel aan mee. Dus dat hele probleem, ja, dat zo'n land, als je dat soort bedragen hebt, wat dat voor corruptie doet in zo'n land, ja, dat is ongekend. Ja. En die benden zitten dus ook in Azië en raken dus ook onze opa's, oma's, moeders. Dus zeg het voor.